Yo, kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van FC DDG. Ik heb er vandaag weer ongelooflijk veel zin in. En dat komt omdat we nog maar één punt nodig hebben. En dan kunnen we promoveren naar divisie 5. Zijn we weer een stukje dichterbij, lopen we weer uit de Robbie. En zoals je ook ziet, hebben we een aantal spelers verkocht de vorige aflevering. En daar hebben we echt ontzettend veel coins voor gekregen. Allemaal spelers die allemaal niet zo heel veel waard waren. Hier zie je, Hulk is tot nu toe het meeste waard. Die ging voor 2400. Voor de rest, Payet 4100. De rest allemaal spelers die een beetje voor discard value gingen. En deze heb ik ook nog allemaal club, die ga ik ook listen. Ik denk dat als we die allemaal verkopen, dat we dan rond de 40.000 points, of nee, 40.000 coins zitten. Dat bedoel ik. En daar kunnen we echt heel veel mee doen. We kunnen een nieuw team maken, we kunnen het team versterken. Maar wat er natuurlijk eerst op zit, is dat we wat packs gaan openen. Ik doe dat deze keer voor mezelf. Dat komt omdat ik tegen Robbie heb gezegd, Rob, jouw packs die zijn echt gewoon heel slecht. Dus weet je wat, laat het mij maar gewoon zelf doen. Team of the Season zit nu in packs. Most consistent, volgende week is het weer een andere. Maar deze week gaan we het zelf gewoon... dit is een hele lekkere pack. Deze is echt heel erg lekker. En welkom. Nou, dit was de aflevering van FC DDG. Je wordt ontzettend bedankt voor het kijken naar FC DDG. Rob, ik... Zo, ga jij maar lekker naar mijn club toe. Zo, nou jongens, dit is ook het beste wat ik tot nu toe heb gepakt. Hoe duur is Terne in Formbill? Hij is 400.000 coins. Woe! En we mogen nog een pack openen. Let's go! Nou ja, weet je, dit maakt eigenlijk al niet meer uit. We hebben tot nu toe gewoon... Ik heb de beste pack ooit op FIFA 16 geopend. Gewoon de beste tot nu toe. Oh, en als dat Lewandowski zou zijn, dan zou ik helemaal lijp worden. Maar het is helaas niet. Nou jongens, dit team speelde heel goed. Maar we gaan het toch even een beetje aanpassen, ben ik bang. Of nee, sterker nog, weet je wat we misschien wel gewoon gaan doen? We gaan denk ik met Bill in de spits spelen. Ik denk dat we met Bill in de spits gaan spelen. Kan dat? Ja, dat kan zeker. Oh jongens. Garrett Bill. We hebben nog één punt nodig in divisie 6, zoals ik al zei. En dat gaan we dan doen met dit teampie. Ziet er op zich wel lekker uit. Ik denk wel dat we ermee kunnen winnen. En damn, Garrett Bill. Oh jongens, wat een zieke speler. Het is de duurste speler die ik deze week kon packen. Op PlayStation, nou ja, Messi en Ronaldo, maar de duurste in vorm. Ik weet niet of dit heel handig is met de kids. Nou ja, we gaan het gewoon doen. De tegenstander die ons de promotie naar divisie 5 moet opleveren heeft een best goed Serie A team. Veel snelle spelers. Mertens, Doumbia, Dybala. Nangolan is wel snel. Verdediging is goed en snel. Dit kan nog heel lastig gaan worden. Maar gelukkig hebben we nu een of andere Wilse gozer die de verdediging wel kan penetreren. Kamboe op Krigoviak. Krigoviak is er door. Bovenkant van het doel zit erin. We staan al vrij vroeg op voorsprong. Mooi afgemaakt van onze CDM. Die shirts zijn echt heel vervelend. Je ziet het een beetje. En tot, ja, ik speel nu al zo lang met dat team dat ik eigenlijk wel weet wie welke speler is. Oké, Iniesta. Voorgeven. Garrett Bale. Keeper komt eraan. De bal is nog niet weg. Keeper, wat sta je te doen? Volgens mij was hij aangeraakt door een speler en helemaal uit positie gebracht. Hè? Hoe kan dat nou? Hij stond gewoon in het goal, maar hij deed helemaal niks. Hier, hij struikelde over zijn speler en daardoor scoren wij. Oh, dit is heel kut voor hem natuurlijk. En dat is misschien ook de reden waarom hij nu op start drukt en gaat rage quitten. Nou ja, dat is alleen maar mooi voor ons. Yes. Laat maar zien. Bam! Divisie 5. You've won the cup. En ik denk dat als we dan nog wat spelers gaan verkopen, dat we even misschien een teampie moeten maken met Garrett Bill erin. Nou, we noemen het team gewoon Garrett. In plaats van Garrett, gewoon Garrett. En ik weet niet precies hoe we het gaan doen of hoe we het team gaan indelen. Maar het, ja, we moeten toch wel gewoon een team met hem hebben. Dat is toch zonde als we dat niet doen. Maar hoe kunnen we dat gaan indelen? We hebben ook Aubameyang gepakt. Dat is ook natuurlijk een ziek goede speler. Die kunnen we misschien ook wel instoppen. De goedkoopste is 46.000. Dat zouden we in principe kunnen kopen als we wat spelers discarden. Alleen dan hebben wij niks meer aan coins over voor de rest van het team. De eerste wedstrijd in divisie 5 gaat goed komen. We hebben een goed team. Garrett, je hebt niet gescoord. Dat nog niet. Maar dat gaat deze wedstrijd zeker wel gebeuren. Dat durf ik op te wedden. Ja. De tenues zijn goed. Yes. Nu kunnen we in ieder geval het verschil tussen mijn spelers en die van mijn tegenstander zien. Hij heeft een BPL Bundesliga Hybrid. Hij heeft wel Aubameyang erin gezet. Alleen de niet-upgraded versie. En voor de rest best veel pace in het team. Bellerabi, Sterling, Sturridge, Aubameyang. Maar we hebben Garrett.
Nee joh, hij gaat er gewoon in. Hij gaat er gewoon in. Ik was helemaal niet aan het reageren, omdat ik dacht dat, nou, dat kan er helemaal nooit in. Godverdomme Sturridge. Damn, Daniel. Die bal is heel lekker voorgegeven. Maar, ja, oké. Niet heel goed gedekt van jou, Danilo. Niet heel goed gedekt van jou. Oké. Jesus Gomez. Ja, goed doorgestoken. Garrett uit de draai. Rebound. Yes. Jesus Gomez. Onze linksback. Dat is volgens mij de eerste keer dat hij scoort voor de club. Maakt niet uit. Iedereen moet even een... Ja, iedereen moet bijdragen. Het is een teamprestatie. En hij kiest echt de kleinste hoek uit. Maar hij weet hem erin te prikken. Oké. We zijn erdoor. Garrett Bale. Naar binnen. Garrett, afmaken die hap. Schiet hij hem over? Hij schiet hem over. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan hij dat doen? Ja, Iniesta. Kom op. Ja, goede opening. Goede kans. Terugleggen die hap. En afmaken. Recht in de handen van Tsjech. Hadden we echt voor... Ja, daar hadden we voor mee kunnen staan. Het is nu rust. We hebben de meeste kansen gehad. Maar ja, als je ze niet afmaakt, ga je ook geen doelpunten scoren. Nu je pace gebruiken. En nu je pace gebruiken. En nu dat heerlijke schot van je gebruiken. Nee. Oh yes, rebound gaat erin. Tsjech had hem gered. Maar Garrett, Bale, die geeft zich niet zomaar gewonnen. Hij werd ook gewoon nog bijna ingehaald door Clichy. Terwijl Bale gewoon 97 pace heeft. En wat ik me dan ook heel erg afvraag is waarom hij het in eerste instantie met zijn rechter probeert. Terwijl hij echt heel erg links is. Ja, Kova, Matteo. Oh, dit doe je goed. Dit doe je heel erg goed. Lekker, Matteo. Je bent zo'n lekkere dribbelaar. Dan gaat hij van de ene dribbelaar naar de andere dribbelaar. En dan is er natuurlijk Andres Iniesta die hem afmaakt. We hebben dan wel 90 Bale in ons team. Maar Iniesta speelt nog steeds alsof hij de beste man op het veld is. Iniesta, Garrett, dit is lastig voor je. Maar blijkbaar niet zo lastig dat je er echt problemen mee hebt. Garrett Bale, 4 tegen 1. Hij maakt het eindelijk af. Tenminste, in één keer. Iniesta er overheen naar Bale. Garrett neemt hem goed aan. Daar is Tsjech weer. Met anders had Bale zijn hat-trick geprikt. Zijn tweede wedstrijd. Pa. Afleg op Garrett. Garrett, maak het maar mooi af. No look finishje. Huppakee, zijn hat-trick is binnen. Yes! Mijn tegenstander drukt in de 90ste minuut nog een pauze. Gaat hij dan ook rage quitten? Dat lijkt me een beetje stom. Maar goed, als jij dat graag wil. We hebben gewonnen 5 tegen 1. De eerste punten in divisie 5 zijn binnen. Je wordt super erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering van FC DDG. We hebben Garrett Bale gepakt, jongens. We hebben Garrett Bale gepakt. We hebben eindelijk een goede speler binnen. Robby, nu is het de beurt aan jou. Jij moet donderdag. Succes. Ik hoop dat je ook iets goeds pakt. Joejoe.